Bob, je komt een laatste keer in een kerk. God bestemde je voor het leven. Hij bestemde je voor de verrijzenis. We willen hier vieren dat je deel mag hebben aan Gods eeuwig leven. Mogen Hij je bij zich opnemen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Beste Wiek, beste kinderen, beste mensen die deze viering volgen via streaming. Welkom in de kerk van Iddergem. We zijn samengekomen om eer te brengen aan jullie echtgenoot, vader, opa, familielid, vriend, dorpsgenoot enzovoort. We missen hier de kleinkinderen en vele anderen. We voelen ons wel met jullie verbonden. Heel jammer. De COVID-19-maatregelen maken jullie aanwezigheid onmogelijk. We geloven dat dit niet het einde is voor Bob. God opent zijn hemel voor hem en schenkt hem zijn eeuwig leven. Laten we samen bidden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mogen onze God van het leven en de verrijzenis hier en nu bij ons aanwezig zijn. Het is mooi dat hier ook de vlag van de Marnixkring aanwezig is. De Marnixkring betekende heel veel voor Bob en Wiek. We weten dat ook de mensen van deze Vlaamse serviceclub met ons verbonden zijn. Aan het einde van de viering zullen we ook nog een boodschap krijgen van iemand van de Marnixkring. We geloven in de verrijzenis van Jezus Christus en van alle die in hem geloven. Daarom brandt de paaskaars en willen we andere kaarten laten branden. Het licht overwint de duisternis. Het leven overwint de dood. Zoals we het zagen gebeuren
in Gods Zoon bij zijn verrijzenis opperen. Laten we nu eerst luisteren naar een tekst van Ras. Je was nooit een echte speel, een kameraadpap, want een kind van zijn tijd. Maar ik heb veel van je geleerd. En zoals Ter Bos het zegt, papa, ik lijk steeds meer op jou. Ik had er in mijn puberteit over gegruwd. Nu ben ik daar fier op, want je had wel veel mooie eigenschappen. Daar wil ik graag over uitweiden. En dat zal voor velen onder ons ook belletjes doen rinkelen. Nieuwsgierigheid. Papa was altijd nieuwsgierig naar kennis in boeken, plaatsen in de wereld, het uitzicht op de top van de berg, het panorama achter de volgende draai, het koopje op een uitverkoop, de reisbestemming op het vakantiesalon, dat wegens de uitgebreide gezinssituatie meestal toch terug richting Oostenrijk ging. En laat mij een steegje zien en ik kijk of het interessant kan zijn en draai erin, zoals papa dat zou doen. Vanwege de nieuwsgierigheid moest ook 's morgens de kwaliteitsvolle BBC in het Engels en het Frans beluisterd worden, liefst op een krakende AM-zender. Degenen die het bewust meegemaakt hebben, hebben er zeker een mondje Engels en Frans aan overgehaald. Alle 10 aan tafel, met radio op het programma van Jan van Rompuy op zondag, kan ik me nog levendig herinneren en er zullen 3 nog zijn. Nieuwsgierigheid bracht hem ook als early adapter van computers bijvoorbeeld veel bij in zijn professionele wereld. Wel met een laptop die sportief talent vereiste om mee te nemen op een vliegtuig vanwege de grootte en het gewicht. Zelf kan ik ook wel stellen dat ik intussen als oudere werknemer nog een stuk nieuwsgieriger en geïnteresseerder ben in nieuwe dingen dan veel van mijn jongere collega's. En dat ik dat dank aan mijn papagenen en opvoeding. Zelfvertrouwen. De jonge officier op de zwart-witte foto's laat nu nog een jonge James Dean zien, waar het zelfvertrouwen uitstraalt. Misschien was hij wel erg onzeker binnenin, maar daar heeft hij ons nooit echt laten kijken. Papa en mama hebben ons steeds ingeprent dat we alles konden en straalden allebei dat zelfvertrouwen uit. Waar papa en mama het vandaan haalden, maakt niet zoveel uit. Wellicht weer bij hun ouders, maar ze deden het wel. Daar werd het zelf geloofd en daarna gehandeld. En dat is behalve de jongens hun studieijver er redelijk goed uitgekomen. Het studiegedrag van de jongens is wellicht ook geërfd van de papa. Vriendelijke schelmerij. Papa straalde een vriendelijke bonhomie uit die ik niet geërfd heb, maar die ik graag zou hebben. Papa maakte graag vrienden en kon ook mooi contact houden. Getuigde vele mensen in zijn netwerk en de gemeende beterschapswensen die er kwamen tijdens het ziekenbed. Het leukst was het voor hem, zo ontvaarde ik het ook,
als zijn mama een beetje kon klagen. Maar hij was dan ook eveneens ongerust over mama die in de diepvries zou gelegen hebben. Volgens hem, na een avondje geforceerd coma zuipen bij een onkorabij. Papa ging er één keer per jaar op bezoek en werd verplicht veel te drinken van de allerbeste wijnen. Met voorsprong de grappigste tipsyman die ik ooit meegemaakt heb. Het plaatje op de stream en het bitprintje laat zijn vriendelijk schelme gezicht mooi zien. En zo wil ik me graag herinneren. Bourgondisch. Papa als officier was redelijk sportief. En laat ons zeggen, een randje verschijnen. Na 9 maanden zwangerschap van Jan was onze papa mee zwanger geweest en was de morfologie drastisch veranderd. Papa at graag. Mama maakte graag eten voor de man die het allemaal graag op had. Papa had ook alles en leerde ons ook wafels en pannenkoeken met zout en boter eten. Zelf ben ik daar een coole minnaar van, maar de generatiesprong is intussen al gemaakt naar de kleinkinderen. Er moest kwaliteit en kwantiteit zijn in het Bourgondische leven. Spijt genoeg moest het ook snel opgegeten worden. Ontelbare keren heb ik zelf aan een tafel gezeten met een leeg bord, terwijl anderen van mijn vrienden of partner nog flink bezig waren het eten weg te werken. Maar dat gebeurde niet in deze door papa getrainde hardetersfamilie. Op zijn laatste dag presteerde hij nog om te genieten van oesters en champagne. Qualified als Bourgondisch statement. Mijn liefde voor koken en alles wat lekker is, heb ik zeker van jullie geërfd. Trouw. Dit was misschien nog zijn meest karakteristische eigenschap. Die vele jaren met ons mama zeggen voldoende. Het is zo gewoon voor ons kinderen dat ik deze eigenschap over het hoofd gezien had. De evidentie ervan maakt deze eigenschap ook uitzonderlijk. Je was het in alle opzichten. Het zijn de eigenschappen die er voor mij bij papa uitspringen en die ik ook met jullie wil delen. En waarvan ik het ook fijn vind om te hebben of die ik wel zou willen hebben. Papa's wens was om Nederlandstalige muziek te laten horen tijdens begrafenis. Papa van Stef Bos bleek aangewezen tot verdere lezing van de tekst er anders over beslist. We kwamen dan uit op Steen van Bram Vermeulen. Dat gebeurt straks, die breekt straks zal doen. Papa was een forse steen in het lokale riviertje. Getuigen de 60 vermeldingen van kinderen en kleinkinderen op de doodsbrief. Een kiezeltje in de grote rivier, maar daardoor zal de rivier nu steeds anders lopen dan voorheen. Ga je goed, papa. Wij proberen onder andere met jouw bovenstaande eigenschappen het hier te hebben. Steen vermeulen, steen een rivier.
Laten we nu luisteren naar de boodschap van de kleinkinderen. Liefste opa, velen zouden dromen van het warme leven jij beleefd hebt. Jij en oma mogen terecht fier zijn op wat je hebt bereikt. Met 8 mooie en warme kinderen die ongetwijfeld super fier op je zijn. 8 kinderen met elk kleinkinderen die elke warme opa hebben gekend. Als elk kleinkind nog maar een beetje van jou heeft meegekregen, dan wacht ons elk nog een mooie toekomst. Opa, met grote fonkelende ogen sta ik naar jou te kijken, terwijl ik mijn handen op mijn oren leg. Terwijl jij uitleg geeft, kijk ik vol bewondering toe. Het helste lawaai vervaagt wanneer mijn fiere gedachten het overnemen. Dat is mijn opa. De garens staan af te rollen en je houdt alles goed in de gaten. Tot je ergens tussendoor een knipoog in mijn richting stuurt. Wat ben ik fier. Ik haal 1 hand van mijn oor en tik enthousiast op schoudertjes naast mij. Ik roep, dat is mijn opa. Al snel gaat mijn hand terug naar mijn oor, maar de glimlach blijft nazinderen. Nog altijd. Lieve opa, een afscheid is niet loslaten. Het is een andere manier van vasthouden. In deze bizarre tijden is het ook nog eens des te meer waar. Dankbaar koesteren we de vele mooie herinneringen aan jou, aan een warme, wijze en welbeminde man. We kunnen niet anders dan denken aan de eeuwige fonkeling in je ogen, die we nooit zullen vergeten. Zo typerend voor jou. De rustheid zelf, de plaagstok, de man van weinig woorden, maar van de doordachte grapjes, de belezen, standvastige, nieuwsgierige, goedlachse opa. Kerst zal voor altijd met een extra twinkeling zijn, die van jou. In Heer, gij zijt barmhartigheid en warme vergiffenis. Daarom durven we met ons falen bij u komen. Heer, we bekennen nederig dat grote beloftes niet altijd realiteit werden. We kwetsen elkaar, we kwetsen u. Christus, u roept ons op lief te hebben en te dienen. Soms lukte ons dat niet. Wees barmhartig. We drukten onze dankbaarheid te weinig uit. Soms luisterden we te weinig naar elkaar. Soms stonden we te dicht bij elkaar. Soms stonden we te ver van elkaar.
Onze Heer en God ontfermt zich altijd over ons. Hij vergeeft ons van harte onze zonden. Hij leidt ons binnen in zijn eeuwige vreugde. Amen. Heer God, grote Schepper, Gij zijt zo groot, groter dan alle menselijke verstand bijeen. Alles hebt Gij wonderlijk mooi gemaakt, en wij mogen ervan genieten. Spreek nu uw woord, Heer. Schep nu een nieuw leven voor Bob. Schep een nieuw leven voor ons, zodat we leven volgens uw wil. Amen. De lezing komt uit de eerste brief van Paulus aan de christenen van Korinthe. Als sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Al had ik de gave om te profiteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen, omdat ik voedsel aan de armen wilde geven. Al gaf ik mijn lichaam prijs, en kon ik daar trots op zijn. Had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. De liefde is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt de liefde, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen. Klanktaal zal verstommen, kennis zal verloren gaan, want ons kennen schiet tekort en ons profiteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten, geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde.
De Heer zal bij u zijn. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Jezus zei: Ik geef jullie een nieuw gebod, dat je elkaar lief hebt. Met de liefde die ik jullie heb toegedragen, moeten jullie ook elkaar lief hebben. Daaraan zal iedereen kunnen zien dat je leerlingen van mij bent, als jullie onder elkaar de liefde bewaren. Blijde boodschap. Beste Nick, beste kinderen van Bob, kleinkinderen, familie en vrienden. Het is de derde maal dat ik hier voorga in een Eucharistie. Eerst was er goud. Daarna was er diamant. Nu is het lila. Ja, de paarse kleur, een edele kleur, een diepe, innige kleur. Dit zijn juist de woorden voor 63 jaar huwelijksleven. Beste Riet, het is goed bij de afronding van 63 jaar huwelijksleven dankbaar terug te kijken. Het was goed. Het was zeer goed. Je weet dat Bob bijzonder fier was en diep gelukkig met u aan zijn zijde. En het was wederkerig. Jullie hebben er een prachtig kunstwerk van gemaakt. Jullie hebben samen op een uitmuntende manier voor elkaar, voor de kinderen, voor de kleinkinderen en vele anderen gezorgd. Hoe sterker de verbondenheid is, hoe moeilijker het loslaten. Men zou met alle macht willen vasthouden, maar het lukt niet. De dood is de grote spelbreker die de mens machteloos achterlaat. Jullie, ook de kinderen en kleinkinderen, waren en zijn sterk met jullie man, pa en opa vervochten. Bob was een gelovige man, zeer christelijk. Hij realiseerde zich de laatste weken dat hij voor zijn Heer en God zou verschijnen. Hij was er klaar voor. Hij had het aanvaard. In zijn laatste biecht heb ik hem Gods vergiffenis mogen aanzeggen. Het stelde zijn hart gerust. Hij is in vrede heengegaan, als een kaarsje, zachtjes uitgegaan. Hij is de vorst van de vrede, het kerstkind Jezus, tegemoet gegaan. We mogen er zeker van zijn dat Bob nu al opgenomen is in de goddelijke, onverwoestbare, warme, eeuwige vrede. Daar kan de dood niets aanrichten. Daar is de dood zelf machteloos. De eerste lezing en het evangelie verwijzen allebei naar de liefde. Dat was de keuze bij de voorbereiding van deze uitvaartliturgie. Bob wist wat liefde was. Hij leefde ervoor. Eerst het dichtste bij zichzelf, liefde voor zijn vrouw, voor zijn kinderen, kleinkinderen,
maar ook veel breder. Waar hij maar kon, ondersteunde en promote hij de liefde. Daarom vroeg en vraagt hij jullie, zorg goed voor elkaar. Zorg goed voor jullie onderlinge verbondenheid. Kom overeen. En juist omdat de liefde zo'n centrale plaats innam, stond hij heel dicht bij God. Want God is liefde. Jezus zegt het helder en klaar. Bemin elkaar zoals ik u heb liefgehad. Dat zegt hij op de laatste avond van zijn leven op aarde. Het is zijn testament. Hij had geen enkel bezit. In zijn testament stond alleen dat. Heb elkaar lief, zoals ik u heb liefgehad. Daarmee zette hij een ketting van liefde in gang. Te beginnen bij de apostelen en zo generatie na generatie. Tot op vandaag. Jullie hebben liefde ontvangen. Geef ze ook verder door aan de volgende generatie. Of je nu 90, 60, 30 of 15 jaar bent. Je bent geroepen om lief te hebben. En ja, het kruis staat in het midden van die liefde. De zelfopoffering. Als de ander maar gelukkig is en vreugde vindt. We kunnen elkaar maar lief hebben, beste mensen, als Gods liefde bij ons mag binnenstromen. Hoe betekenisvol was het dat jij, Wiek, samen met Bob, de laatste tijd elke dag de rozenkrans baarde. Met heel zeker vele intenties voor jullie kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en zoveel meer mensen. Zoals Jezus zich altijd liet vullen door de liefde van de Vader, zo mag het gebed ook jullie vullen met Jezus' liefde. Dat is het grote geheim. Goede vrienden, ik heb nog een laatste wens voor jullie. Mogen jullie Bob opnieuw vinden, opnieuw herontdekken en wel vanuit die dimensie waarin God hem nu al heeft laten verrijzen. Hij zal jullie nabij zijn. Anders, mooier nog, dieper nog en steviger dan ooit. En vergeet daarbij niet de humor die Bob zo eigen was. Onze noden en verlangens, alles vertrouwen we aan u toe. Het woord aan Els. Wij bidden vandaag voor papa. God, geef hem uw eeuwig leven, uw goddelijke liefde. Mogen alles wat hij ondernomen heeft, goede vruchten blijven dragen in ons en vele anderen. Laat ons bidden. Wij bidden u, verhoor ons, Heer. We bidden u voor mama. Zegen haar met sterkte en een goede gezondheid. Laat ze nog meer, zij het anders, verbonden zijn met papa. Mag ze zich omringd weten door onze liefde en zorg. Laat ons bidden. Wij bidden u, verhoor ons, Heer. Wij bidden u, Heer, voor heel onze familie. Schenk ons de verbondenheid waar papa zo van droomde. Dat we voor elkaar klaarstaan om te geven wat nodig is.
en te helpen in moeilijke momenten. Help ons de juiste afstand vinden. Voldoende dicht, maar niet te dicht. Laat ons bidden. Wij bidden u, verhoor ons, Heer. We bidden u voor al onze dierbare overledenen. Vandaag denken we in het bijzonder aan Jan. En de ouders en grootouders van papa en mama. Geef hen het eeuwige leven dat Christus, uw Zoon, ons beloofd heeft. Laat ons bidden. Wij bidden u, verhoor ons, Heer. Goede God, alles lijkt gij ten goede. Gij geeft leven en vreugde, zelfs over de dood heen. Vervul ons altijd met nieuw leven en vruchtbare creativiteit. Door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. Goede vrienden, normaal gezien volgt nu de begroeting met de offeranden. We gaan dat nu niet doen, maar we gaan wel 2-3 minuten stilte laten. Je mag gerust eens recht staan en u naar God zelf toekeren en hem nog een en ander zeggen. Danken, iets vragen, iets wensen. Laat uw hart spreken. Het is een mooi moment, een belangrijk moment, om hem nog een laatste woord te zeggen.
God, zie het graan dat gezaaid wordt. De regen valt en doordrenkt de aarde. De zon verwarmt ze en geeft er wasdom aan. En het graan dat geoogst en geplet wordt, verandert in dagelijks brood. We weten er amper van. Zo is ons bestaan. Een handvol levenskracht die ontkiemt dankzij de liefde, maar die ook gedrenkt wordt in verdriet. Onthul dat geheim, God, dat groot is als uzelf. Doe met ons leven wat gebeurt met het zaad. Laat niet verloren gaan wat goed is. Geef er een blijvende bestemming aan. Gij, zingever van alle en alles, hier en nu en voorbij dit bestaan. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verhef uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. God, uw naam roepen we aan, nu we dolen in de duisternis van pijn en onmacht. Gij zegt dat ons zoeken en tasten niet uitzichtloos is. Op u kunnen we vertrouwen. God, we danken u voor de tijd dat we samen waren met Bob, voor het tedere gebaar, de zoen, het knipoogje, de lach, voor alles waaraan we vreugde beleefden. God, gij hebt u getoond in Jezus, vereerd en herkend, maar ook bespot en miskend. Hij roept ons op elkaar te troosten en te bemoedigen, barmhartig en mild te zijn voor elkaar en voor verdrukte en geminachte mensen. Nu het donker is om ons heen, nu angst en twijfel ons overvallen, willen we ons met u verbonden weten, u loven en prijzen met deze woorden. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat ze voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het, en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neem en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem aan zijn leerlingen met deze woorden: neem deze beker en drink hier alle uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen
om mij dit te denken. Verkondigen wij het mysterie van ons geloof. De Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzenis in dag te God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. We danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienstwerk te verrichten. Zo delen we in het lichaam en bloed van Christus en we smeken u dat we door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus onze paus en Lode onze bisschop en alle die uw dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Vandaag in het bijzonder Bob en Jan. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. We vragen u, ontferm u over ons allen, opdat we tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, Don Bosco en alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en uw loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Jezus leerde ons bidden met het Onze Vader. Laten we God met die woorden aanspreken. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, u hebt uw vrede aan uw leerlingen gegeven, de vrede die van uw Vader komt, een vrede die mensen niet kunnen maken. Geef die vrede ook aan ons, hier en nu. Amen. De vrede van de Heer zij met u allen. En zo geeft Jezus ons zijn vrede. Zalig zijn wij, omdat wij genodigd zijn aan de tafel van de Heer. Zie het Lam van God dat wegneemt de zonde van de wereld. De Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Mogen de Heer Jezus Christus ons bewaren in zijn eeuwig leven.
met tijd geen moer te maken. En niet hem met af en toe en hier en daar. Heer, maak me tot een instrument van uw vrede. Laat me liefde zaaien waar haat is, vergeving waar men elkaar kwetst, geloof waar twijfel is, hoop waar wanhoop is, licht waar duisternis heerst, vreugde waar droefheid is. O goddelijke meester, geef toch dat ik er meer naar streef te troosten dan getroost te worden, te begrijpen dan begrepen te worden, te beminnen dan bemind te worden. Want door te geven ontvangen we, door te vergeven verkrijgen we vergeving, en door te sterven worden we tot eeuwig leven geboren. Amen. En nu krijgen we een boodschap vanwege Gabi de Smijter, vanwege de Marnixvrienden. Robrecht, je doorliep u en onze dagen in u en onze Marnixring Zuidoost-Vlaanderen. Geboren uit het lied van het mooiste boek dat je in je hoekje las en zelf schreef, met de haven van de vriendschap, met de opdracht tot solidariteit. In het begin met duwtje in de rug, geknuffeld en gebalsemd op het einde. Je droeg ons dagen aan van graafzien en tegelijk van lavend water, dat je voor ons zegende met schouderklop en ter bevestiging. En thuis bleef je belofte en vervulling tegelijk voor jouw Wiek en voor allen die je rijk maakte in wederkerend geluk. Wie leeft uit de lijnen van je hand, stelt zich nu geen vragen, maar zingt. Robrecht, zing met ons mee en rust nu in de hand van de grote vrede. Ik wil aan het einde van deze uitvaartliturgie toch wel heel uitdrukkelijk de zanger en de muzikant bedanken. Het is een heel eigen bijdrage die ons helpt om dit moment op een mooie manier afscheid te nemen van Bob. Dank u wel. Gij houdt mij vast, mijn hand in uw hand, alles zult gij ten goede leiden. Gij neemt mij mee, geprezen zij uw wil. Wat is de hemel voor mij zonder u? Wat moet ik op aarde als gij er niet zijt? Al wordt mijn lichaam afgebroken en keert het terug tot stof en as, al komt mijn hart tot stilstand, gij zijt mijn toeverlaat, o God, de toekomst die op mij wacht. Ver weg van u bestaat geen leven. U ontrouw zijn is niemand zijn. Bij u, mijn hoogste goed, mijn God, bij u ben ik geborgen. God, gij houdt mij vast.
mijn hand in uw hand. Alles zult gij ten goede leiden. God, 90 jaar na zijn geboorte, heeft Bob zijn mooi verhaal en zijn rijk verleden losgelaten. We bidden u, kom op de weg die mensen gaan, zoals een vriend die vergezeld, of als een ouder die zijn kind verwacht, en raak met zachte vingers aan alles wat moet geheeld worden. Gij, licht waarin we zullen staan, gij onbekende nog, maar naderende einde. Amen. Onze dierbare overledene werd gedoopt en kreeg zijn naam. Robrecht Bob. Zo werd hij een christen en behoorde hij tot onze katholieke kerk. God laat hem nu opnieuw geboren worden bij u, de Heer van leven en verrijzen. Zoals wie rook opstijgt naar de hemel, zo mogen het leven van Bob meegedragen worden naar omhoog, naar het eeuwig jubelen bij God.
Ga nu naar uw eeuwige thuis. Je wordt opgewacht door de God van alle liefde, door de God van alle vreugde, door de God van het leven, het eeuwige leven, onder zijn goede zegen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ga dan allen heen in vrede. Mm.